Welkom bij Rijnmond. Rotterdamse haven staat klaar om coronaschip te helpen. Want je kan je toch ook niet voorstellen dat wij als haven Rotterdam zeggen dat schepen met zieke mensen aan boord op zee moeten blijven. Dat lijkt mij volstrekt onacceptabel. Corona of niet, het Songfestival is volgend jaar hoe dan ook in Rotterdam. Er komt sowieso een Songfestival volgend jaar. Maar hoe dat er precies uit gaat zien, dat is heel erg afhankelijk van alle ontwikkelingen. Muurschildering geeft een bijzonder doorkijkje naar het verleden. Ik heb het zo gemaakt dat het lijkt alsof er een gat in de muur zit. En daar kijken dus de kinderen doorheen. Vanavond en vannacht is er nauwelijks bewolking en koelt het af naar 10 graden. Morgen opnieuw mooi weer met flinke zonnige perioden. Het blijft droog. 'S Middags 18 graden aan zee en 20 graden in Gorinchem. APM-terminal op de Maasvlakte haalt maandagochtend een containerschip binnen met wel een hele bijzondere lading. Op deze Lexa Maersk zitten namelijk 6 bemanningsleden die waarschijnlijk corona hebben, onder wie de kapitein. Het schip is vertrokken uit het Caribisch gebied. Daar is 1 bemanningslid van boord afgehaald die bleek later corona te hebben. Vervolgens werden er aan boord een aantal mensen ziek. Dus het is nog niet bevestigd, maar waarschijnlijk hebben zij corona. Het schip was oorspronkelijk bestemd voor een andere haven, maar verzocht aan ons om Rotterdam binnen te komen. De Rotterdamse haven heeft een speciale samenwerking voor dit soort zaken. Bij deze operaties zijn ook de veiligheidsregio en de GGD betrokken. Strikt formeel is het, er is geen arts aan boord. Het is dus niet bevestigd dat het corona is. Dus dat gaat de GGD onderzoeken zo gauw als het schip voor de kant ligt op de Maasvlakte. Havenmeester De Vries sluit niet uit dat Rotterdam vaker schepen en boten met mogelijke coronagevallen zal laten aanmeren. Een maand geleden kwam het eerste coronaschip in de Waalhaven aan. We zullen de komende tijd wel meer te maken krijgen met zeeschepen of binnenvaartschepen waar zieke mensen aan boord zijn die corona hebben. En als die veilig binnen kunnen komen, dan laten we die veilig binnenkomen. Want je kan je toch ook niet voorstellen dat wij als haven Rotterdam zeggen dat schepen met zieke mensen aan boord op zee moeten blijven. Dat lijkt mij volstrekt onacceptabel. Je eigen veilige kokonnetje op wielen. Zo worden caravans en campers weer gezien in deze coronatijd. Ook bij kampeerwinkel Campo Life in Heidenoord zien ze dat deze manier van kamperen met je eigen sanitaire voorzieningen opeens populairder wordt. Dat merken we duidelijk, dat er toch meer belangstelling is voor die veiligheid en hygiënefactoren om met je eigen product op vakantie te gaan. Je kan zelf je spullen schoonhouden, je hebt zelf je eigen sanitair bij je. En ik denk dat het voor veel mensen heel belangrijk is. Veilig, schoon, met je eigen gezin. En die belangstelling is dus groter geworden. De verwachting is dat deze vakantietrend zich nog wel even doorzet. Zeker als de grenzen naar het buitenland weer open gaan. Als men vertrouwen genoeg heeft om weer wat dingen uit te gaan geven en het te gaan besteden, dan zal het toch op vakantiegebied vaak over een caravan of kampeerauto gesproken worden, omdat het toekomst heeft. Ja, het heeft wel weer wat hoor, kamperen. Ja, nou ja, omdat je nu geen verre reizen kan maken. En we kwamen eigenlijk beneden kijken voor stoeltjes die je op de fiets mee kon nemen, omdat alle restaurants en zo ook dicht zijn. Maar toch, nou, laten we ook even bij een caravan gaan kijken. We hebben altijd gekampeerd vroeger. En wie weet, een leuk tweedehandsje. Zijn er dan ook nog bepaalde coronatrends in het kamperen? Ja, zeker. Een hit is bij deze eigenlijk de buitendouche. Die buitendouche die kun je laten monteren aan je kampeerauto of aan je caravan. En dat wil zoiets zeggen dat je een uitneembare douchekraan hebt met warm en koud stromend water. En daarmee je gewoon buiten de caravan geen gebruik hoeft te maken van de voorzieningen van de camping. We hadden eigenlijk Ecuador op programma, maar dat hebben we eigenlijk op het laatst niet gedaan. En ja, je weet niet wat er dit jaar gaat worden met de zomervakantie. Dus nou, gewoon even een rondje lopen hier. Het had gisteravond een groot feest moeten worden in Ahoy, maar het verhaal is bekend. Het Eurovisie Songfestival ging niet door vanwege het coronavirus. Maar er was gisteren ook een bevestiging van het liedjesfestijn, want ook volgend jaar zal Ahoy de locatie zijn voor het Eurovisie Songfestival. Zodra er een vaccin is, wel te verstaan, want als er geen vaccin is, zijn grote evenementen in Nederland verboden door het kabinet. We hebben in ieder geval met elkaar afgesproken dat het sowieso doorgaat volgend jaar. En dan is het alleen maar de vraag in welke hoedanigheid. Dus daarom zijn we nu aan het nadenken over de verschillende scenario's. Er komt sowieso een Songfestival volgend jaar. Maar hoe dat er precies uit gaat zien, dat is heel erg afhankelijk van alle ontwikkelingen. Is er een scenario dat het Songfestival zonder publiek gehouden zal gaan worden?
Dat is uiteraard ook een scenario. We moeten met alle scenario's rekening houden. Ook dat is er eentje. Maar ik ga ervan uit, ik heb een beetje ook de hoop dat we over een jaar hopelijk wat verder zijn. En wellicht is er dan toch ook gewoon een scenario met publiek, waar ik natuurlijk heel erg op hoop. Heeft u minister De Jonge van Volksgezondheid hierover gesproken? Nee, ik heb de minister hierover nog niet gesproken. En daar is nu ook, wat ik al zei, veel te vroeg voor. We wachten rustig de ontwikkelingen af. En dan gaan we daarop anticiperen. Het is in elk geval wel opvallend, want gisteravond werd het grootst met veel bombarie bekendgemaakt. Terwijl we natuurlijk met z'n allen niet in een glazen bol kunnen kijken hoe het er dan over een jaar voor staat. Ja, nee, dat klopt. Dat kunnen we ook niet. Tegelijkertijd kan je niet helemaal stilstaan. Ik bedoel, de wereld gaat wel door. Dus, en als je volgend jaar een feest wil houden in Rotterdam, dan moet je daar nu al natuurlijk wel al voorbereidingen voor gaan treffen. Maar nogmaals, we volgen de ontwikkelingen echt goed op de voet en zullen dan kijken wat passend is volgend jaar in mei. Net als de sportscholen willen ook yogascholen eerder open dan 1 september. De meeste yogastudio's zijn inmiddels coronaproof. Maar omdat een branchevereniging ontbrak, was er geen sterke lobby richting het ministerie. Een yogastudio in Rotterdam-Delfshaven begon daarom een actie op Facebook en had binnen no time 500 reacties van andere yogastudio's. Nu ligt er dankzij haar een goed protocol bij minister Van Rijn. We hebben daar een heel exact protocol voor ontwikkeld om het verantwoord te kunnen doen. Niet alleen de standaard 1,5 meter regel, maar ook de wetend dat yoga een gecontroleerde beoefening is. We hebben echt aan alles gedacht. Dus we hopen echt dat geluisterd wordt. We doen ons best als vereniging. Het steekt dat er op dit moment best alweer gesport wordt. Alleen worden yogascholen in de categorie sportscholen geschaald. En dus moeten ze nog dicht blijven. We zetten ons absoluut niet af, maar het is een andere tak van sport. En het heeft ook een andere manier van werken. In yogascholen zijn er ook geen apparaten. We gebruiken de steun in ons lichaam. Het is heel puur, heel zuiver werken en heel veilig. Er zitten geen high fives, weet je. We gaan niet boksen, we gaan niet juichend tegen elkaar aanspringen omdat er een doelpunt is gescoord. Het is allemaal heel rustig en op de eigen space en een focus op je eigen welzijn. Er wordt nu juist een lans gebroken om snel weer open te gaan, zodat veel mensen via yoga van hun stress af kunnen komen. Een van de eerste artikelen die ik las van een wetenschapper naar aanleiding van de lockdown, was een arts die zei, er gaan meer mensen sterven aan eenzaamheid en sociaal isolement nu dan aan corona. Weet je, ik geloof niet dat mensen het aankunnen om heel lang thuis te zitten. Juist samen weer gaan trainen op een verantwoorde wijze, uit de isolatie, stressvermindering, gezonder worden, je weerstand wordt ook weer beter. Dus het is echt een heel spectrum. Eerst worden de werkmeren aangepakt met gloeiend heet water. Dat is ongeveer 80, 90 graden. Dus het is lekker warm. Daar gaan de mieren van dood, die aan de oppervlakte zitten. En daarna gaan er miljoenen en miljoenen piepkleine aaltjes de bodem ingespoten worden. Dat is niet met het blote oog te zien. Het is een nieuwe behandeling om het mediterraan draaigatje aan te pakken. Ja, er zit hier weer een mooie straat die het gebouw omhoog gaat. Hè? Echt heel druk, zo'n brede rand. En hier in Rotterdam-Hilligersberg zijn ze deze terrormier ontzettend zat. En ze hebben al van alles geprobeerd. En dit is nu een proef en ze hopen dat het gaat werken. Ik heb behoorlijk wat last van de mieren. Ik heb last in de woonkamer, in de keuken en in mijn badkamer. En ze zijn zelfs bij mij in bed gekomen, een aantal. Ja. Hoogst irritant. Ja. Hier ook. En een hele grondige inspectie. Het hele gebouw wordt van top tot teen helemaal uitgeplozen op dat mediterrane draaigatje. Ja, we moeten wel weten waar ze zitten om die activiteit te kunnen meten natuurlijk. En we komen steeds meer te weten naarmate we hier meer mee bezig zijn. Het is een behoorlijk grondig probleem en dat vergt een behoorlijk grondige aanpak. En we zijn aan het ontwikkelen hoe we dat zo grondig mogelijk kunnen doen. Ik ben hoopvol en ik moet zeggen dat de biologische manier waarop ze dit aanpakken, zonder gif, dat vind ik wel heel positief. Ja, daar sta ik volledig achter. En het effect? Ik zie nog geen positief effect met betrekking tot de mierenplaag. Zoals u ziet hier beneden op de muur,
Je ziet ook een hele stroom mieren naar boven lopen en weer teruglopen richting mijn appartement. Dit is inderdaad een experiment en ik kan nog niet zeggen of we op de goede weg zitten. Ik heb voorzichtig wel goede hoop. Het zal sowieso iets worden van de lange termijn, want één behandeling zal niet de oplossing zijn van het verdrijven van het mediterraan draaigatje uit Rotterdam-Hilligersberg. Zo gaat een zijwand van het oudere complex de Gravenhorst in de Dordtse wijk Dubbeldam eruit zien. De enorme wandschildering wordt gemaakt door een nog maar 21-jarige kunstenares die zichzelf liever decoratieschilder noemt. De vraag was om eigenlijk het landelijke oude dorpse van Dubbeldam terug te brengen en een connectie te maken met het heden. En op die manier ben ik op dit ontwerp gekomen. Ik heb het zo gemaakt dat het lijkt alsof er een gat in de muur zit. En daar kijken dus de kinderen doorheen. Eigenlijk naar een beeld van 100 jaar geleden van de Dubbelsteinlaan West. Eigenlijk een soort foto van hoe het vroeger was. Een zwart-wit foto, een beetje verbruind. En de kinderen de toekomst en het heden in felle kleuren. Zodat er goed een verschil is tussen vroeger en heden. Een deel van het werk werd uitgevoerd op de late avond. We hebben het ontwerp op de muur geprojecteerd om zo de grote lijnen over te tekenen. Zodat we nu wat meer houvast hebben als we de verdere details uitwerken. En om te projecteren moet het eigenlijk donker zijn, want anders dan zie je je projectie niet zo goed op de muur. Na het aanbrengen van een wit vlak en de contouren kon het kliederen beginnen. Nou ja, kliederen zou ik het niet noemen. Maar omdat de gestructureerde muur is, gebruiken we airbrush en verspuiten. Omdat anders krijg je hele rommelige afwerking als we het met de kwast zouden doen, zeg maar. Dus daardoor werken we vooral met de spuit. En het 15 bij 11 meter grote eindresultaat is bijna af. Ja, maandag gaan we het afmaken. Voor meer verhalen en nieuws uit de regio, kijk op Rijnmond.nl of in de Rijnmond app.